Een hele goede morgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jennifer Dekkers en vandaag gaan we iets doen voor Vince. Yay! Even kijken. Hallo! Goedemorgen, Vincey. Vince wil niet opstaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Gelijk alle dekens over je heen gooien. Ik ben naakt hieronder. Niet echt. Nee, je hebt nog onderbroekje aan en een broekje. Ja, broek aan. En wat gaan we vandaag doen? Nee, jij zegt het. Het was maar een dag vandaag. Ja, voor jou ja. Uh-huh. Maar je kan nu toch wel iets tipje van de sluier geven of zo? Nou? Nee, we gaan naar een locatie toe. Wat heel spannend is voor mij. En wat is die locatie? Dat weet ik later wel. Waarom ga je het niet zeggen? Hè? Waarom ga je het niet zeggen? Want er aan mijn ogen, joh. Dat vroeg ik niet. Dat zeg ik toch. Tranen van verdriet, maar tranen van blijdschap. En wat gaan we doen dan? Nou, we gaan naar de locatie zoals ik net al zei. Je bent gemeen. Ja. We gaan naar een locatie. Dat toch voor iedereen. Ze weten de helft al, oké. Ja. Ja, je hebt het al als verklapt. Ik heb niks gezegd. Ja, maar ik moet zeggen. Ja, jij moet het zeggen. Waar we naartoe gaan. Maar ja, jij hebt al gezegd dat als er jou, wat jij gezegd hebt, dan weten ze al waar we naartoe gaan. Dat is niet lief. Ja. Maar wat ga je doen? Ik ga zo opstaan, staan op het... Nee, bij die locatie. Huh? Bij die locatie. Zullen we bezichtigen? Wat bezichtigen? We kijken hoe alles is en zo, alles werkt. Dan zeg ik het wel hoor. Nou, niet lief. Dan moet je het zelf zeggen, of anders doe ik het wel. Hey, ik ben al janken van jou dat jij het gaat zeggen. Hey, vind je het lief? Ga dan zelf zeggen. Nu geef ik je nog de kans om het zelf te zeggen, anders doe ik het hoor. Ja, al wekenlang zeg je dat hè. Nou, wekenlang. Ja, wekenlang. Een week lang. Nou, wat ga je doen vandaag? Moet je al wekenlang zeggen of zeggen. Vince! Ik denk zeggen. Vince, wat ga je doen vandaag? Ja, zoals ik al zei, ik ga iets bezichtigen. Ja. En dan? En een kabeltje zetten onder papier. Dat betekent... Dat betekent... Oh, cool. Hij krijgt de sleutel van zijn woning. Yay! Gefeliciteerd, Vinci! Ja, dank u wel. Gefeliciteerd. Dank jullie wel allemaal. Gefeliciteerd. Hè? Ik ben zo dronken. Ik heb het tegen mij altijd, dus ik zal doen. Ja, dat weet ik. Nou ja, Vince wil nog niet dat ik de woning ga filmen of zo voor de vlog zelf. Dat komt later pas. Dus ik ga dan wel filmen, zeg maar dan voor een andere keer. Dus dat het in het begin van een... Even kijken, dat we dan eerst before laten zien en dan after. Dat wou je toch? Mm-hmm. Dus ik ga nog niet de woning filmen voor jullie, dat jullie het nu zien. Dat wilt hij nog niet. Want je wilt ze nog in spanning laten houden. Uh-huh, ik kan wel zeggen dat ik nou wel jaloers ben hoor. Jullie krijgen mijn adres toch niet te weten. Dus althans, weten mijn adres ook niet. Het is allemaal ja, spannend. Dus, ja, ik ben gewoon echt blij dat ik een woning heb. Nou ja. Ik hoor iedereen al roepen, gefeliciteerd! Gefeliciteerd of zo. Oké, en nou opstaan en dan gaan we lekker eten en dan gaan we weg. Oh ja, en je moet aankleden natuurlijk. Douchen, aankleden. Ja, ook goed, ook goed, ook goed. Hele mikmak. Vince! Gefeliciteerd! Dankjewel, oh, sorry. Nou, we staan nu voor de deur. Maar ja, de deur. Oh ja, mijn nieuwe woning. Oeh. Nou, nog niet echt.
Gewoon buiten, ja, ergens. Buiten, ja. Nou, het is spannend, hè? Ja, maar... Ja, dat zien we straks weer allemaal. Oh, moeten we nou wel weer weg? Ja. Oh, nou, dan zwaai maar dan. Nou, we zijn bij Vince woning geweest en ik mag de beelden nog niet laten zien, toch? Vince? Het kan. Het kan. Nou ja, ik laat het aan jou over. Wat wil jij? Mag ik de beelden laten zien of totaal niet? Of... Want daar gaat Vince over, het is zijn woning. Dus nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. En ja, het is echt groter dan deze woning. En of ik daar wil wonen? Ik zie het op een dag wel. Ik vind het in ieder geval een heel erg mooie woning. En nou, ik heb dus wel toestemming of zo om het te laten zien aan jullie of zo, als ik het zo begrijp. Of nog steeds geen toestemming. Dat moet wel even duidelijk zijn, jongeman. Ik ben ouder, ja. Oké, oude man dan, hoor je dat liever? Nee, dan wordt het geweest naar voelde 63 jaar, alsjeblieft. Ongedraaid 36 en 36. Ik zei dus, toch net een grijs haar voel je. Dat weet ik, vind. Nou ja, nogmaals een vraag. Mag ik het nou wel of niet laten zien, de beelden van je nieuwe woning? Ja. Oké. Want het is jouw woning namelijk. Ik ga het niet pushen. Dat wil ik niet. Want eerst zegt hij nee en nou ineens weer ja. Dus ik raak in de war van Vince. Dus je wordt bedankt voor het in de war brengen. Je wilde de beelden, de foto's, de filmpje dat ik gemaakt had, wil je laten zien? Ik zei nee. Oh, dat bedoel je? Oké. Nou, het wat ik heb gefilmd, dat zien jullie nu in beeld. Oké, ik dacht, ja, mooi. Ik kan niet wachten tot ik hier uiteindelijk eindelijk ga wonen. Nog eventjes, Vince. Want ik heb de huur al betaald. Ik heb hem weer om. Goed. Ja, dat is lullig, hè? Het komt goed. Het komt goed. Nou, waar ga jij je bed zetten? Ja. Of waar is jouw idee, zeg maar, in de slaapkamer zelf? Waar precies, ongeveer? Ik denk aan... Nou, we gaan met Vince mee wandelen. Ja, zeg het maar. Misschien. Je wilt hem daar zetten? Waarom? Want als je daar zo je bed zou zetten, dan heb je daar zo dat koordje om de lamp uit te doen. Mm-hmm. Maar het ligt aan wat jij wil, hè? Jij beslist. Het is jouw huisje. Dan zou je bijvoorbeeld hier een kast, een paar kasten zo neerzetten, zo. Aan deze kant. Ja, nu zien jullie het niet zo heel goed. Ja, dan zou hij hier zo de kasten neerzetten. Het bed daar zo. Toch het bed hier? Ja, het ligt eraan wat jij wil. Met hier zo. Die kasten daar. Maar dat wordt allemaal overgeschilderd, hè? Of nieuw behang. Ja. Wat jij allemaal wil. Ja. Ja. Een tv daar zo. Oh, je wil een tv erbij? Ja. Oh mijn god. Ik zelf niet. Dat wil ik echt niet in mijn eigen slaapkamer. Gelukkig heb ik dat ook niet. Maar ja, je hebt nu een woning, dus als je gaat voor je, weet ik veel, in de woonkamer kan je ook tv kijken en in de slaapkamer is rust van oase. Nou, met tv op de slaapkamer vind ik niet. Dan heb je geen rust, vind ik. Ik had ook wel een slaapkamer op mijn kamer vroeger toen ik jong was, toen ik nog wat jonger was. In mijn tienerjaren, maar ik vond het niet ideaal, zeg maar, uiteindelijk. Ja, ik kon wel tv kijken, mijn eigen dingetjes kijken. Maar ja, uiteindelijk sliep ik niet goed. Dus ja, ik raad het af om tv te doen. Als ik bijvoorbeeld een kind heb, ik zou zeggen, geen tv op je slaapkamer. No way. Je kijkt maar in de woonkamer. Tot op alle leeftijd. Ja, het ligt aan de oud. Als ze nou bijvoorbeeld 17 is, dan heb ik iets van oké, veel plezier ermee. Maar daarvoor, nee. Nee, daarvoor echt niet. Nee, ik ga wel eens. Ik moet sparen dan. Sparen voor de eigen tv.
Zakgeld 2 euro per week. Oh, je wordt gebeld. Echo, echo. Westhoek. Bathroom. Nou, laat ik even bij het begin beginnen. Wat is er toch allemaal aan de hand? En ja, ik ben dus thuisgekomen, jullie hadden dat gezien. Vince en ik hebben gegeten en daarna besloot ik één van de ruitjes te pakken, Spikey. Maar ineens was zij hartstikke licht en ik kijk overal in de kooi, er is niks te vinden of wat dan ook. Ik ben met Vince bij zijn woning geweest. En ja, ik had iets van, nou vertrouw ik dit niet, Spikey is ineens hartstikke licht in gewicht. Lusteloos, eet niet en drink niet. Dus ben ik naar, dus heb ik een paar dierenartsen gebeld. De een vroeg bijna 200 euro, de andere vroeg 180 euro. Maar ik weet van ja, het maakt me even geen fluit uit. Ik wil dat ze beter worden. Dus ik heb medicijnen meegekregen bij een dierenarts. Nou zou je denken, ben je naar diegene gegaan die iets van 180 euro vroeg? Nee, ik was bij de verkeerde gekomen. Compleet bij de verkeerde dierenarts. Hoe krijg je het voor elkaar, Jennifer? Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Maar nou moet ik dus de ratjes, tweemaal daags, ja echt waar, tweemaal daags, antibiotica geven. Maar nou weet ik niet welke voor Spike is en welke voor Zoe. Is deze nou voor Zoe? Of deze voor Zoe? Want hier staat het dan, kijk, hier, dit is echt zo verwarrend hè. Hier staat Spike eenmaal daags, Zoe eenmaal daags. En bij deze, tweemaal daags. Dus ik heb geloof ik twee verschillende. Ja, ik heb twee verschillende, dus. Dit is Meloxidil. En dit is Sulfatrim. Oh, dan snap ik het wel. Nou, de ene is daarvoor, de andere is daar weer voor. Dus met andere woorden, ik moet de ratjes dit geven. Hoe ga ik dat doen? Nou ja, ik ga mijn best doen. Eerst ga ik deze doen. Dus, ja. Oh jee, dat is echt derry. Ik zal eerst even een ratje eruit halen. Degene die het ergste eraan toe is. Ze zit hier naast me in een opvangbakje. Ik ben net thuis. Nou, oké, stom ding. Oké, hou, mijn nagels. Kom maar, Spikey. En zo zien jullie dus hoe Spikey er nu bij zit. Echt helemaal lusteloos en een beetje licht in haar gewicht. Nee, jij blijft nog even zitten, Zoe. Medicijnen heb ik toegediend aan de ratjes. De spuitjes heb ik schoongemaakt. En ik heb net de verwarming even hoog gezet. Hij stond best wel laag. Hij stond op 8. En het is binnen 20 graden en het is nu best wel koud aan het worden. Dus ja. Het is koud. En dat kun je ook wel aan mijn nagels zien. Ik had ook heus wel een vest aan kunnen trekken. Maar daar heb ik nu even helemaal geen zin in. Het is al avond. En ja.
Ik heb Spiky Towns ook eventjes apart gezet. Want ja, ze werd een beetje lastig gevallen door de anderen, door Keiko zeg maar, en ze is zelf heel zwak. Dus heb ik eventjes apart gezet, zodat ze wat kan aansterken. Ik heb haar water gegeven en wat brokjes zeg maar, wat ze kan eten, knaagvoer voor haar. En hopen dat het helpt. Dat hoop ik echt. Maar dit vind ik best wel zielig. Ze ligt nu lekker op een sok van Vince, wat Vince haar heeft gegeven. Ja, dan hoop ik dat het goed komt. Met haar. Ik hoop het heel erg. Anders heb ik echt gewoon hele dikke vette pech. Weet je dat? Heel erg vette pech. Ik vind het zo zielig eigenlijk, die ratjes. Maar ze zijn wel lief. Ja, Zoe die nam de medicijnen wel wat makkelijker en Spiky niet. Spiky duwde ook weg met een pootje. Helaas, maar ik wou het jullie niet aandoen om dat te laten zien. Dat vind ik zielig, voor de ratjes zelf. Maar ik ga jullie vragen om op mijn kanaal te gaan abonneren. En een blauw duimpje omhoog vind ik leuk. Zou ik heel erg lief vinden. En dan zie ik jullie weer bij een volgende vlog. Dus bij deze weer, later!